Zakenvrouw Annemarie van Gaal introduceerde in de jaren 90 de Cosmopolitan in Rusland. En daardoor kreeg ze te maken met de vrouw die al in haar jeugd een groot voorbeeld was. En dat is mevrouw Helen Gurley Brown. En deze inmiddels overleden Amerikaanse hoofdredactrice, die leerde haar hoe je met mannen moet omgaan, hoe je een vrouwenblad sexy maakt en al dat soort zaken. En Brown werd ook nog een vriendin. Eigenlijk is mijn fascinatie met Helen Gurley Brown begonnen met Cosmopolitan. En Cosmopolitan is denk ik sinds mijn 15e, 16e mijn favoriete tijdschrift. Zelfs in de periodes dat ik echt geen geld had, dat ik alleenstaande moeder was en dat ik in Zandvoort woonde. Als ik iets van geld had, dan ging ik naar de kiosk en dan kocht ik een Cosmopolitan. Helen Gurley Brown heeft een beetje een manier om als een soort oudere zus haar jongere zus bij de hand te nemen en advies te geven. En te zeggen van ja, kijk maar, zo solliciteer je. En als je het nou zo doet, dan maken mannen geen misbruik van je. I'm called editor-in-chief of the international editions of Cosmopolitan. And I look through Cosmopolitan very carefully every month. Because it's somewhat different from my formula, because it's got more to do with sex. It's really quite seriously sexy. Ik heb Helen Gurley Brown eigenlijk pas leren kennen op het moment dat wij de Cosmopolitan besloten te lanceren in Rusland. En toen pas merkte ik van, ja, hierachter zit een ongelooflijk kleine, frêle vrouw die, maar haar teksten, haar geest was zo groot. Just to show you I'm not nitpicking with this lady, listen to some advice she gives in this book, Outrageous Opinions. He's talking now to a lonesome female. I don't know whether I can, well, I'll try. She says one way to spend a Saturday night alone is to put on some records, jazz, classical, or cha-cha-cha, pull down the shades, and dance naked for a couple of hours. What is so outrageous about that? In het begin met Cosmopolitan leefde ik er ook echt naar. Ik nam die advies ook echt ter harte. En later, toen ik over haar ging lezen, toen, ja, ze scherpte toch iedere keer weer mijn visie. Mijn visie over mannen, mijn visie over hoe je in het leven moet staan. Die totaal anders is dan de visie die de meeste meisjes van huis uit meekrijgen. Kijk, die revolutie die zij teweegbracht in de jaren 60. Natuurlijk waren de jaren 90 toen wij Cosmopolitan lanceerden in Rusland. Het was een andere tijd, het was een ander land, het was een andere cultuur. Maar we hebben wel een soortgelijke revolutie teweeggebracht. Dit is toch echt wel een monumentje in mijn leven. Ik heb echt wel iets veranderd.